Dat is nu over nagedacht. Kijk. Zo gaan wij onderweg. Ja, nou, niet zo. En mag ik nu nog even de deur dicht voor de show? Die gaat straks weer open, hoor. Maar dan gewoon dat ik even heb dat die dicht gaat. Hoi. Chauffeurs, dan we hebben het genoegen dat er vandaag een aantal mensen zijn die voor de derde keer naar Oekraïne rijden. En dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Het is heel erg rit, het is eentonig en ja, vaak ook in het donker. En daarvoor hebben wij een prachtige oorkonde gemaakt. En dat betekent dat ik de eer en genoegen heb om Henk Postma te benoemen tot Roodstaar. Roodstaar? Ja. Henk, dankjewel. Alsjeblieft, maar even staan hier. Ja. En ik heb ook eentje voor Henk Jonsma, want die is ook roodstaar geworden vandaag. Gefeliciteerd, jongen. Ga er maar even naast staan. Maar we hebben ook nog een bijzonder element in ons midden. Dat is Henk Jan. En Henk Jan gaat vandaag voor de zesde keer. En dat betekent dat hij geen roodstaar wordt, maar super roodstaar. Henk Jan, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Dankjewel. We zullen straks samen nog even op goede reis een traditionele vodka met augurk nemen. Met augurk wel, hè? En dan kan iedereen op een rustige manier naar Oekraïne rijden. Jongens, allemaal een hele goede reis en bedankt voor je inzet. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Gaan we doen. Maar ik vind het heel erg fijn dat we Alex Wekema als meest fietsende wethouder hier aanwezig hebben. Auto fiets je wel elektrisch, natuurlijk een beetje minder. Maar in het algemeen fiets je toch nog gewoon op een normale fiets. Maar ik vind het erg fijn dat je hier vandaag bent. Om met name onze rijwielhandelaren, ik noem ze even gewoon fietsenmakers. Dat misschien wat onbewierig, maar dat was eigenlijk toch wel de belangrijkste rol die jullie vervuld hebben. Vervolgens het inzamelen en het herstellen. En Alex die wil graag een kort dankwoord tot jullie richten. Ja. En hij zal daarbij dan de nodige attributen onderhandelen. Ja, ik Alex. Nee, het is fijn dat jullie dit gaan aanhouden. Ik hoop dat het geleden was op, met 80 fietsen. Dat zijn er een veelvoud daarvan geworden. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we dit in deze hele bizarre tijd kunnen doen voor mensen die het heel erg zwaar hebben. Dus daar de gemeente is jullie ook heel erg dankbaar voor. We hebben gelukkig een stichting Oost-West-Contact in deze gemeente die al heel lang contacten onthoudt. Niet alleen in het Tsjechische, maar ook verder buiten in Wit-Rusland en in het noorden van Oekraïne. Dus gewoon een hele geweldige actie, maar een actie die past bij Noordenveld en vooral ook een actie die hoop geeft. Fietsen, daar ben ik ook heel erg van, maar uit onderzoek blijkt ook dat Nederlandse kinderen heel erg gelukkig zijn. En dat wordt voornamelijk ook veroorzaakt door de fiets. Want door de fiets hebben zij een groter reach, ze komen verder en ze hebben een groot gevoel van vrijheid. Laten we hopen dat deze fietsen eigenlijk symbolisch zijn voor de vrijheid die we ook hopelijk op hele korte termijn daar in Oekraïne en mogen ervaren, zodat die kinderen en ook die ouderen gewoon ook die vrijheid krijgen. Daar is er een oorkonde vanuit de stichting. Moet ik die nu... Ja, die ga jij uitleggen. Ja, nee. Dat ben ik aangenomen. Het is de oorkonde van verdiensten. En daar staat op, mede namens vele inwoners van Noord-Oekraïne danken wij u van harte voor uw belangeloze inzet bij ons fietsenproject in maart 2023. Dat is wel Eco Brovari. Dat is de twee stichtingen uit Oekraïne en stichting Oost-West Contacten hier uit Noord-Oekraïne. Dat is ook een blijde herinnering voor jullie. Zeg maar. Goed gedaan. Spiegel heb ik niet gezien. Die brengen wel. Ja, het is nog een beetje lastig aan het eind vanmiddag. Dus, zaterdag is altijd een drukke dag. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Dank je wel. Zo zult u het even op de foto hebben. Ja, die wachten nu. En de fiets heb ik eerst gemaakt, dus die ligt onderin. We zijn er niet, wij hebben als gemeentebestuur overdag moeten ook
Ook even een aardigheidje voor jullie, wat het is. We hebben vodka. Dat is ook vodka, maar dit is vodka uit Oekraïne. Oh. Echte Oekraïnse vodka. Fantastisch. Dus, ja. Leuk. Niet dat je ook neemt over de stad. Ja. Dat is al gelijk. Dank je wel. Ah, nogmaals grote dank. En we hebben nog een kleinigheidje, ook voor de stichting, want we lazen op internet ook wel, ja, er zijn zoveel fietsen gebracht, jullie komen ook wat, met wat andere dingen in het probleem, dus onder andere vervoer en de kosten die dat ook met zich meebrengt. Dus we hopen dat, dat is niet helemaal verenigd, want we hebben een waardebonnetje gemaakt, de waarde van €500 die je kunt inleveren bij de financiële administratie te boeken van deze actie. Heel erg bedankt! Als we dit delen door 1,50, dan zijn het heel wat diesel. Ja. En er moet ook heel wat diesel doorgaan. Dus bedankt voor de diesel. Ja.